De recording is gestart. Zien jullie de meeting? Pet op. Ja. Ja, gaat goed. Ja, gaat goed. All right. Nou, thank God voor de huishoudelijke mededeling. Ik ga trouwens demo, hè, een live demootje doen. Dus ook even een bedankje aan de demogoden, want dat ging de vorige keer niet goed. vragen stellen via de chat. Ik kan de chat gewoon zien. Dus op het moment dat ik in mijn automation demo zit, stel gewoon een vraag als je iets niet snapt. Dat vind ik helemaal prima. Je mag me ook onderbreken. Vind ik ook geen probleem. Maar dan kunnen we gewoon het op die manier doen. En dan als je vragen hebt, maak het lekker interactief. En dan kunnen we het zo duidelijk mogelijk voor iedereen maken. En dingen wat wel het fijnst is. Even kijken hoor. Gaan we naar het memnieuws. En dan geef ik even het stokje over aan Joost. Joost, wil je zelf de slides delen? Of wil je dat ik voor je doorklik? Of wat? Nee, ik deel ze wel even. Komt goed. Ja, deel je zelf de slides? Top. Dan, ja. Dan pak ik hem zo meteen weer van je over. Mooi man, dus je knopjes direct dat hij het niet doet. Ja, we zien je slides. Ziet er goed uit. Top. Oké, goedenavond allemaal. Welkom. Niels heeft ons al top voorbereid op watgene wat we gaan doen. We hebben de laatste sessie hebben we ergens rond juli gehad. We willen jullie even meenemen in het laatste nieuws vanuit MEM. Vanaf juli eigenlijk. Ja, in eerste instantie zie je eigenlijk dat Microsoft zich aan het voorbereiden is voor alles wat er afgelopen maandag is uitgekomen. Namelijk iOS 16. Hoop dat jullie het nieuws hebben gezien op het moment dat je dat wil installeren. Met personally owned devices via een goede enrollment. Dat beter nog eventjes tegengehouden kan worden. Terug te vinden. En anders dan gooi ik hem zo meteen wel even in de chat waar dat vandaan komt. En wat je er tegen kan doen om het eventjes te blokkeren. Maar eigenlijk requires het op dit moment iOS, iPad, OS 14 en macOS 11.6 en hoger. Belangrijke extra dingetjes ervoor om dat in te kunnen zetten. Want je ziet in de komende slides dat er ook wel behoorlijk wat wijzigingen op het macOS en iOS front aanwezig zijn vanuit Microsoft. Stukje mobiel. Je ziet dat ze behoorlijk gas aan het geven zijn op het feit van Android en ASOP. We kunnen daarin zien dat de non-compliance mogelijkheden zichtbaar worden in de company portal, waarbij we dus de gebruikers kunnen helpen daarin op het moment dat die gemarkeerd staat als non-compliant. En daardoor kunnen we ze helpen om de volgende stappen te ondernemen om te bekijken wanneer die weer compliant kan worden. Hele belangrijke, de Zero Touch Enrollment vanuit Endpoint Manager. Dat is natuurlijk een hele belangrijke om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken. Nog een belangrijke, reset passcode, remote action vanaf een Android device is nu mogelijk. Certificate profiles is in de mogelijkheden gekomen, dus die kunnen we ook uitrollen. Custom settings voor Windows 10 en 11, device compliance is nu general available. Dus daarbij kunnen we bepaalde settings die we zelf via PowerShell erin kunnen zetten, kunnen we beschikbaar stellen om dan compliance op een bepaalde manier uit te voeren en ook de notificatie daarvan te doen. Hele interessante, het importeren, creëren en het managen van custom ADMX en ADML administrative templates. Denk daarbij aan dat je third party ADMX files kan importeren, een Adobe, Citrix daar wel wat issues mee gezien, maar iemand anders heeft hem even rebuild. Kan je importeren en kan je vrij makkelijk een template van maken. Mocht ik zo meteen genoeg tijd hebben, kan ik die ook nog even laten zien. Die heb ik op zich wel klaarstaan. Wat je ziet op dit moment vanuit Intune, elke release die er nu wordt gezet. Dus als je elke keer goed de pagina's buit van What's New, dan zie je enorme settings erbij komen vanuit macOS, iOS, iPadOS en eigenlijk alles binnen de settings catalog. Vandaar dat we het ook wel belangrijk vonden om deze sessie even te doen, omdat je gewoon ziet dat Microsoft die kant op gaat. Tevens worden ze het ook steeds wat happiger op binnen het Twitter-landschap om te vertellen waar ze in de toekomst naartoe gaan met deze settings catalog. Vandaar dat we dat vandaag een beetje gaan vertellen en jullie daarin meenemen. Nieuw non-compliant devices en settings report.
Nou, ik weet dat Niels hier al mee gespeeld heeft. Ik nog zelf nog niet. Maar hij heeft in ieder geval één ding er heel handig bij gezet. Want het duurt lang om te genereren. Hij heeft gemerkt dat het af en toe 4 uur duurt. En dat is wel wat lang. Ik hoop dat daar verbetering komt. Ja, dan wil ik hem overgeven aan Niels. Klopt, ja. Ik ga mijn scherm weer eventjes delen. Even kijken hoor. Bam. Zo. Is goed, is jullie naar mijn scherm? Even kijken hoor. Zit ik op de goede slide? Nee. AVD nieuws, ja. Ik weet niet of jullie toevallig die video hebben gezien. Ik weet niet of John Saville volgen op YouTube. Nou, hij heeft hier een heel interessante video over gemaakt. En het gaat erover dat je binnen Azure AD nu ook Kerberos kan gebruiken. En dat leidt er nu ook dus tot het feit dat op het moment dat jij Azure Virtual Desktop gebruikt met Apps Logix Profiles op ja, Azure Virtual Desktop met Azure AD Joint VM's, dus echt op de echt alleen Cloud Joint, SRD Joint, en niet Active Directory Joint, dan wordt daar nu Kerberos for Hybrid Identities voor ondersteund. Daardoor kun je dus makkelijker authenticeren tegen de Apps Logix File Share op die je dan in Azure File zet. Dus dan wordt het een stuk makkelijker om te configureren en hoef je minder trucken uit te halen om dat werkend te krijgen. Dus als je die use case hebt dat je met SRD Joint VM's voor Azure Virtual Desktop werkt, dan is dat makkelijker. Ik heb al interessante. Ik vind het zelf interessant. Wie heeft dit al als use case gebruikt in het wild, om het even zo te zeggen? Heeft iemand wel al AVD met alleen Azure AD Join gebruikt? Ik heb hem nog niet gezien. Wij doen het in combinatie met Citrix, dus wel op Azure AD Joint Only VM's draaien. Oh ja, en welke use case hangt er af? Is het alleen voor users dan? Of hoeft dat niet bij Legacy te komen? Of, Nee, bij onze organisatie is een hele grote. Ja, het is een bank in Nederland. Ja. Dan moet je eigenlijk voorstellen, ze hebben natuurlijk heel veel Azure subscripties die geen connectiviteit hebben richting een omgeving met domeincontrollers. Ja. Traditionele domeincontrollers. En die willen toch eigenlijk een soort stepping stone in hun Azure subscriptie hebben. Een goede use case. Ja, nice. Kan je ja. zonder netwerkconnectiviteit eigenlijk toch een virtuele desktop aanbieden. Ja, zeker. Dan gebruik je ook een profile solution? Of heb je gewoon pech omdat de stepping stone is? Ja, we hebben nog geen profile solutions nu. Nu doen we eigenlijk alleen persistent VM's. Dus die user komt ook op diezelfde VM uit voor nu. Maar ik had wel dit gezien. Dus een mooie toevoeging ook op dit soort use cases. Ja, absoluut. Zeker weten. Goed door. Even kijken hoor, volgende. Ja, dit is wel echt een... ik denk dat jullie dit allemaal voorbij hebben gekomen. Werd breed aangekondigd. Sing as anon. En passwordless authentication voor AVD. Dan moet je dus de Windows Insider Preview build draaien voor Windows 11 22H2. En wanneer die precies gereleased wordt? Ja, ik verwacht ergens in oktober, november. En wat het tweede regeltje ook leest, is dat het ook support voor passwordless en Windows Hello for Business. Dus op het moment dat jij de moderne werkplek gebruikt, met moderne werkplek, buzzword uiteraard. Maar als je gewoon een laptop gebruikt met Windows Hello for Business, kun je dus in één keer doorloggen naar je AVD. En ik denk dat het echt een lang verwachte feature is, waar echt mensen op zitten te wachten. En dat je dat dit toch wel een reden is om ook je VDI/AVD naar Windows 11 te brengen, omdat deze feature dan vrijkomt. En ja, dat als je die singles en onstap kan maken, dan is dat natuurlijk wel een stuk beter. Volgende, Universal Print, ook weer in de Insider Preview. Zelfde beeld. Ik weet niet of mensen al Universal Print gebruiken. Ik merk dat het, wat ik zelf heb gezien, is dat op het moment dat je het in combinatie met een ander product moet gebruiken om de volledige bijvoorbeeld Follow Me te kunnen gebruiken, dat het eigenlijk niet zo heel veel zin heeft. En dat je dan beter bij een MyQ of bij een SaveQ of kan zitten. Ik weet niet, heeft iemand dat wel eens, gebruikt iemand dit al? Gebruikt iemand al Universal Print of heeft het alleen mee gespeeld? Het blijft angstvallig stil, denk ik. Dus wacht nou heel veel. Nee? Oké, nou. Jammer. Even kijken hoor. Dan, autoscale voor pooled host pools is nu general available. Het was dus in preview. Al een aantal maanden. Maar het is nu dus GA. En je kunt wel Universal Print, maar niet in combinatie met andere tools. Kun je daar misschien wat meer over vertellen, Stefan?
Jazeker. Ja, we hebben wel Universal Print gebruikt. En ook voor applicaties die met de laptop meegaan. Dus mensen zitten extern en printen dan naar Universal Print. Maar kan je dan gewoon zo'n cloud printer toevoegen of zo in Windows 10? Zo'n ding. Ja, precies. Ja. Want er zijn mensen die dan bonnen moeten printen voor huisartsenorganisaties. En dan worden die prints worden dan op kantoor of op de huisartsenorganisatie geprint, hè, buiten kantooruren. En daar konden ze uit printen. Nou, top. Dus dat okay. is de use case eigenlijk. Ja, nice. Volgende dan. Scheduled agent update. Dus dat je een schema kan maken voor het updaten van je AVD agent. Ja, dit is een beetje een feature. Op het moment dat jij een golden image, een master image idee aanhoudt. En eigenlijk je hostpool eens per maand refresht. Ja, dan zou je kunnen zeggen ik wil eens per week ook mijn agent updaten. Maar ja, wil je dat dan? Zou je dat niet meenemen in je maandelijkse rol? Maar het kan in ieder geval wel. Op het moment dat je bijvoorbeeld je agents... Je VM's langer dan een maand leven. Dan zou je ervoor kunnen kiezen om dit scheduled op deze manier te doen. En dat is GA. Dus dat is mooi. Daarnaast, dit is ook wel een belangrijke. Ik weet niet of iemand dit nog gebruikt. Dat op het moment dat je Azure Virtual Desktop gebruikt. En je maakt gebruik van een image dat je uit een storage blob haalt. Daar heb je bijvoorbeeld een VAD neergezet. Dan heb je dus, dan zou je het probleem kunnen hebben dat je unmanaged disk gebruikt. Het verschil tussen unmanaged disks en managed disks is dat er, ik hoop dat het bekend is, dat je in een Azure regio heb je altijd 3 datacenters. En op het moment dat je een managed disk gebruikt, leeft jouw disk in ieder datacenter. Dus je hebt 3 versies van jouw disk binnen je Azure regio. En voor een unmanaged disk is dat niet zo. Dus dan heb je maar 1 disk en die zit in 1 datacenter. En als die down gaat, dan heb je dus geen connectiviteit meer op je disk. En het is dus op het moment dat je een managed disk gebruikt, dan is hij dus verspreid over 3 datacenters. Dus is hij high available en hij is schaalbaar. En als je premium SSD's bijvoorbeeld gebruikt, is altijd gewoon managed disk. Moet het gewoon zijn, kan niet anders. Dit is deprecated vanaf afgelopen augustus, eind augustus. Dus hou er rekening mee als je dat nog gebruikt. En als je vragen over hebt, kun je me een berichtje sturen, kan ik je helpen. Even kijken hoor. Oh ja, Windows Lease 5. Ik zat te kijken, wat was het ook alweer? Windows Lease 5, je hebt nu uitgebreide connectivity en health checks in het Endpoint Management Center. Dus heb je een beter inzicht van wat er gaande is op het moment dat je connectivity errors hebt. Heel simpel, maar wel fijn omdat het erbij komt. Je ziet ook dat er heel veel features bij komen voor Windows Lease 5, dat er toch echt wel op gefocust wordt. Nieuwe regio's. Ik vond vooral de Zwitserland-Noord nogal interessant. Dat is misschien wel een goede uitwijkregio voor ons. Omdat het toch redelijk dichtbij is. Volgende, wat hebben we nog meer? Oh ja, dit is ook wel een belangrijke. Je hebt nu een optimized image dus voor Windows 5 in de gallery staan. Dat betekent natuurlijk niet dat je per se dat image moet gebruiken en dan vanuit Endpoint Manager allemaal dingen moet doen. Je kan ook deze als source pakken voor jouw Azure DevOps pipeline. Dan nog al je applicaties installeert, zodat je sneller je applicaties kan distribueren. Maar er is in principe een nieuw optimized Windows 11 image available in de marketplace. En Joost gaf ook aan dat zij getest hadden met de Windows 10 versie van het geoptimaliseerde image. Voor Windows 10 5 en de niet geoptimaliseerde. En ze zagen een significant verschil in de performance. En dan gaat het vooral volgens mij, correct me if I'm wrong Joost, over het Teams bellen en de smoothness van de overall experience. Even kijken, volgens mij, oh ja, nou we hebben nog één laatste, dit is denk ik de laatste, dat je nu voor Windows 5 heeft ook secure boot. Ook wel een welkome feature voor klanten die dit vereisen. Dus dan kan je aangeven dat de secure boot het ondersteunt bij desbetreffende VM's. Dan hebben we Joost. Helemaal goed, ga ik hem weer overnemen van je? Ja. Neem je uit, schuif maar even over. Top. De settings catalog. Wat, hoe, wanneer, waarom?
Ja, wat zien wij in de afgelopen periode terugkomen? Hoe ziet Microsoft het? Waar gaan we naartoe? Ik denk dat er hele belangrijke items zijn om eventjes goed te bespreken. Nou, wat Niels ook zegt, vragen stel ze, anders achteraf. En anders ping me op een of andere manier via een of andere kanalen. Dat komt wel goed. Voor degenen die mij niet kennen, Joost Glijsteen. Ik zit zelf bij Pink Elephant. Ben daar verantwoordelijk als Solution Lead Workplace. Woon in Baarn. Een van mijn hobby's is wielrennen, kop leegtrekken, fiets stappen en gaan. Voor de rest behoorlijk aan het bloggen. En sinds een paar maanden ook official contributor van de LinkedIn Modern Workplace Group. Als jullie daar nog niet in zitten, stille hint, ga er naartoe. Veel informatie komt daar voorbij. En ook vanuit ons. Mocht de link niet bekend zijn, zullen we hem er zo meteen nog wel even in de chat gooien. Settings Catalog, wat is het? Het is een buzzword geworden binnen elke sessie, elke ding wat we de afgelopen periode hebben gezien vanuit Microsoft. Maar eigenlijk is het heel simpel. Het is een verzameling van settings, welke zowel gezet kunnen worden als op een device, als op een user. Op dat moment, wat we er terug kunnen vinden, zijn eigenlijk de welbekende settings. Alleen als een verzameling op één plek gezet, zodat wij niet meer hoeven te zoeken waar een bepaalde setting vandaan hoort te komen of waar die is neergezet. Maar bijvoorbeeld, we kunnen daar vinden device restrictions, OMA-URI's, administrative templates, verzamelingen van BitLocker keys en alles daaromheen. Zodat het voor ons makkelijker wordt om dat op een werkplek of op een user te pinpointen. Settings die daar op dit moment in zitten. Eigenlijk kan ik beter vertellen welke zitten er niet in. En dat is op dit moment alleen Android wat daar nog niet in zit. Voor de rest wel macOS, iOS, iPadOS, Windows 10, Windows 11. Vrij makkelijk te configureren. En je moet het eigenlijk, wat er ik in een of andere sessie heb gezien, is dat ze het soms vergelijken met een GPO zoals we in on-prem hebben gezien, alleen dan in Endpoint Manager. Wanneer gebruik je een Settings Catalog? Eigenlijk, als ik hem nu zie, als je een nieuwe omgeving gaat bouwen, ga gelijk beginnen met een nieuwe policy set om het gelijk door te voeren op de werkplek, zodat het goed getest wordt, komt alles aan. In de beginsituatie werkte het nog op een andere manier dan dat het nu werkt. En de laatste KB-artikelen binnen de werkplekken hebben gezorgd dat dat nu binnenkomt en dat het ook in één keer werkt. En dat er niet eerst nog een policy update geweest moet zijn, zodat de laatste files binnenkomen, zodat die policy daadwerkelijk gezet wordt. Dat wordt nu gewoon simultaan gezet. Als je een nieuwe policy maakt van een bestaande policy, een huidige policy wil aanpassen. En als je verzamelinstellingen zoekt, zoals BitLocker, Shared Device en dat soort zaken, is de goede manier om daarmee te starten met die Settings Catalog. Wanneer gebruik je het niet? Als er bepaalde verwachtingen zijn voor een custom UX, zoals een kiosk config, een wifi, VPN, dan zul je zien dat ze hem daar nog niet gaan pinpointen. Het ziet er in de toekomst naar uit, wat ik vanuit de Microsoft hoeken krijg, dat het ook niet komt, ook niet in de toekomst. Dit blijven gewoon specifieke policies die gebruikt worden vanuit het custom UX veld, waarbij we aparte settings kunnen doen voor wifi, VPN en dat soort zaken. Waarom? Waarom gaan we nu opeens over naar een settings catalog waarvoor we hier vooral AdMix, administrative templates en alles daaromheen al hadden? En waarom denk ik dat we het moeten gaan gebruiken? Je ziet gewoon dat wij als er nieuwe aankondigingen zijn vanuit Microsoft. Waarschijnlijk voor jullie bekend is de What's New in Intune. Daar zie je alle settings komen op basis van een settings catalog. Dus alle nieuwe settings komen daar binnen. Het is makkelijk te maken. Er is goed en een duidelijk verschil te vinden tussen een device en een user policy. Het is gewoon goed simpel te doen. En ik ga jullie zo meteen daar ook even in meenemen. Dan gaan we het gewoon even daadwerkelijk doen. Hoe en waarom en waar? Vanuit Endpoint Manager onder Device Configurations kunnen we het vinden.
Ik zal dat nu even daadwerkelijk ook gaan tonen. Onder devices, daar vinden wij gewoon de configuration profiles. Daar vind je onder create profile kan je een selectie maken voor Windows 10 en later. En daar kan je nu vinden de settings catalog en de normale templates. Onder de settings catalog klik je op create, geef je een naam, bijvoorbeeld BitLocker. Dan kan je hier op add settings klikken. Dan komt er een nieuwe pop-up tevoorschijn. Dan kan je door het menu heen scrollen om te bepalen van ik wil daar wat meer mee doen. Maar je zou ook vanuit de settings picker, zou je daadwerkelijk een search kunnen doen. Dus als ik hier BitLocker intik en ik klik op search, narrow them down. En zie je eigenlijk op de plekken waar je het zou kunnen doen. Dan klikken we hier op BitLocker. Let op, hier zie je een stukje loading staan. Laat hem dan even met rust. Haalt hij alle settings, haalt hij binnen. In het begin was dit nog niet. Zat je hem af en toe 3 keer aan te klikken en dan werkt het helemaal niet. Nu kan je hier de verschillende opties aanzetten wat je nodig hebt. En dan zie je aan de linkerkant zie je wat extra zaken tevoorschijn komen die we daadwerkelijk kunnen gaan instellen. Hier klik je op het kruisje. En dan kan je zeggen van ik wil hem graag enablen dat hij encrypted wordt. Ik kan bepaalde removable drive excluden. En ik kan een warning wel of niet laten zien dat hij iets met encryptie gaat doen. Wat je hier ziet is dus gewoon een verzameling van alle BitLocker items die beschikbaar zijn. En hoe je dat neer kan zetten. Klik hier op next. Scope tag eventueel doorvoeren. Assignment instellen. En je ziet hier nog eventjes een stukje review hoe je hem hebt ingesteld. En je drukt op create. Op dat moment wordt hij aangemaakt. Als we even een ander voorbeeld pakken, bijvoorbeeld vanuit een shared device die we vaak neerzetten. Dan zie je eigenlijk in één oogopslag welke settings er allemaal gezet zijn en hoe ze daarop binnenkomen. Je zult ook zien dat de volledige UX van alle andere policies allemaal gebaseerd worden op die settings catalog. Dus dat je eigenlijk een rapport kan halen per device assignment status en per setting status. Daarin kunnen we veel makkelijker en narrower down kunnen maken op per setting welke er wel of niet doorkomen op een werkplek. Of op een user die als die op die manier gepinpoint zijn. Als je nou gaat kijken wat een volgende optie is. Haal ik even niet de slides, want blijven we heen en weer schakelen. Dan zie je ook dat we nu een Group Policy Analytics hebben. Die zit in preview, maar het is al wel een hele handige feature set. Wat kunnen we daarmee? Hoe zie ik het? En hoe gaan wij er op dit moment mee om? Ik kan een GPO-template kan ik creëren vanuit een group policy. Daar maak ik een file van. Die kan ik dan importeren. En dan zou ik bij wijze van spreken een huidige Citrix-policy zou kunnen pakken die in AD huist. Die hier kunnen importeren en kunnen kijken welke er geschikt zijn voor MDM. Zou je hem dan ook op dat moment importeren? Persoonlijk zou ik daarvoor niet kiezen. En ik zou op het moment dat een klant naar een moderne werkplek gaat. Gewoon van scratch af aan beginnen. Maar wel gebruik maken van de feature set die in de import zit. Om te bepalen van hoe zit de huidige omgeving eruit. Een soort van inventarisatie. Maar je kan ook vrij makkelijk zou je nu een security baseline kunnen maken. Ga ik even laten zien. Je klikt hier op import. Komt een volgende pop-up komt tevoorschijn. Gaan we een GP report XML gaan we importeren. Import is complete. Kan je deze wegklikken. En hetgeen komt nu tevoorschijn. Dan zie je eigenlijk de group policy name. De Active Directory naam. En hoeveel procent MDM support deze policy daadwerkelijk heeft. Als je daarop klikt, dan krijg je alle settings te zien die die wel of niet kan importeren. Daarin zie je de naam, daarin zie je de categorie, of die MDM support heeft, ja, nee. Dan kunnen we zien vanaf welke OS-versie het geschikt is. En hier zie je de CSP-mapping voor MDM. Op dat moment zie je ook dat een paginaatje
of 9 is, waar we doorheen kunnen klikken en je ziet op een aantal punten dat hij hem niet kan mappen. Let daarbij op, want we hebben al wel gezien dat er een aantal dingen zijn die daadwerkelijk wel gemapt kunnen worden, maar nog niet door deze analytics worden gezien, die je dus handmatig wel zou kunnen toevoegen. Stel nou dat je dit toch zou willen importeren en daar een policy set van maken. Dan heeft Microsoft het zo voor elkaar gemaakt dat zij op het knopje Migrate kunnen klikken. Dan kan je in één keer alles selecteren of specifiek kunnen selecteren. Klik je wederom op Next. Laat die even zien wat je daadwerkelijk allemaal gaat configureren en wat je gaat doen. Klik je weer op Next. Geef je hem een naam. Kan je al meteen eventueel een groep includen en of een groep excluden. En even de review en je kan hem deployen. Gaat hij hem op dat moment gaat hij hem aanmaken. En dan zullen we zo meteen zien dat hij gewoon beschikbaar komt als settings catalog binnen de normale configuratie. En dit duurt soms wel eventjes. En op dit moment, sommigen hebben het wel gezien, sommigen hebben het nog niet gezien. Nieuwe feature dat er nieuw komt bij te staan op het moment dat je een nieuwe policy hebt gemaakt. In sommige gevallen, als je met meerdere mensen tegelijkertijd in een tenant werkt, kan dit een handige feature zijn. Als je hem nu aanklikt, zie je dat je netjes in een settings catalog komt. En dat je hier alle opties kan aanklikken. En dat je gewoon ziet welke er vanuit die daadwerkelijke policy zijn gezet. Daar vandaan zou je natuurlijk ook vrij makkelijk een security baseline kunnen maken, die ook wel onder endpoint security zit. Let op, daar heten ze net allemaal even iets anders, dus het is niet een makkelijke import-export zoals we wel gehoopt hadden, maar daar hebben ze toch de namen net even wat anders gegeven. Ik zie dat ik nog wat tijd over heb. Wat we natuurlijk net ook heel even aangeraakt hebben, zijn de daadwerkelijke ADMX-imports. Ik zie dat als een welkom iets. Als je third-party apps hebt die je wil graag die je wil gaan gebruiken binnen jouw landschap, dan zou je nu kunnen zeggen import ADMX. Klik je op het plusje. Gaan we de daadwerkelijke files laten zien, dus de ADMX en daarna de language file. Op dit moment wordt alleen nog maar Engels ondersteund, dus let daarop op het moment dat je dat doet, want het zit nog in public preview. Klik je op Next, klik je op Create. Op dat moment gaat hij hem uploaden. Zal hier zo meteen een groen vinkje komen te staan wanneer die geüpload is. Dit is daadwerkelijk nog niet een policy. Nu zorgen we er alleen maar voor dat we daadwerkelijk een policy kunnen maken met deze ADMX-file. Hier zie je dat hij beschikbaar is. Op het moment dat we nu naar Profiles gaan, dan gaan we weer op Create Profile. Klikken we op Windows 10 en later. En moeten we hier nog wel naar templates. En dan zie je hier imported administrative templates. Op dat moment klikken we op create. Geven hem even een naam. Op dat moment zien we ineens dat wij van alle settings tevoorschijn krijgen die standaard geleverd worden van Adobe om de reader te kunnen configureren. Naar mijn mening is dit een zeer welkome feature om de third-party apps te kunnen bedienen. Kijk hier ook een keer naar, speel ermee. Op dit moment zeer positieve reacties vanuit ons team. En super tof dat het er nu bij zit. Voor mij zit het erop qua zaken. Ik weet niet of er eventueel vragen zijn die we kunnen beantwoorden of dat we dat achteraf doen. En anders dan wil ik het woord aan Niels geven. Nou, ik denk dat het een heel duidelijk verhaal was. Ik zie ook niks in de chat. Dus Je stiekem goed verhaal. Thanks. Zou ik zeggen. Of moet er nog een nabranders komen? Mag natuurlijk altijd. Nou, ik denk dat het helemaal duidelijk is. Dan ga ik een stukje laten zien. Ja, even kijken. Als het goed is, zien jullie mij weer zitten. Ik heb twee schermpjes. Kun je even kijken of die switcht? Ik zet die in mijn Endpoint Manager en Visual Studio. Nou, wat ik ga doen, ik ga jullie drie mogelijkheden laten zien van hoe je een policy kunt exporteren en importeren.
Dus wat we eerst gaan doen, ik ga eerst even kijken, heb ik überhaupt die policy al staan? We gaan er gewoon even eentje in elkaar klikken, dat is wel het leukst, denk ik. Ja, gaan we gaan doen. Even kijken hoor. Hij staat, die staat er al eentje. Even kijken hoor, ik ga die even weggooien, denk ik. Dan ga ik hem eerst importeren en dan ga ik hem na een nieuwe maken en die exporteer ik dan ook. Dus ik delete deze policy. Dan switch ik over naar mijn Visual Studio. En dan zie je al natuurlijk dat ik hem al een keer geëxporteerd heb. Nou, dit is die JSON. Waar eigenlijk de policy in gedefinieerd staat. We gaan zo meteen wel iets ingewikkelder doen, zodat je iets meer settings ziet. Want nu denk je, ja, news and interest, disable. Ja, dat zal wel, dat klik ik wel in elkaar. Het gaat uiteraard allemaal om principe. Dus laten we dat eens gaan doen. Ik begin even met de meest simpele methode. Ik denk dat jullie allemaal deze module wel kennen. De Intune Backup en Restore module. In die module, daar kun je dus je hele Intune Backup exporteren en importeren. Maar je kunt ook single policies exporteren en importeren. Het enige nadeel is dat je afhankelijk bent van de module. En dat je afhankelijk bent van de MS Graph module. Dus mocht er een nieuwe feature zoals de settings catalog beschikbaar komen. Dan heb je waarschijnlijk niet vanaf dag 1 support om dat te gebruiken. Je moet eerst wachten tot de module verder ontwikkeld wordt. Zodat je settings catalog kunt exporteren en importeren. En dat is een nadeel. En dat is waarom een reden waarom ik later zal laten zien waarom het makkelijker is om gewoon een REST method te gebruiken om direct tegen de API aan te praten. Die module. Ga ik even terug naar mijn browser. Ga ik even naar github.com. Even kijken hoor. Intune Backup en Restore. Dat is deze. Kijk, is dark mode handig? Kan iedereen het lezen? Ja, het ziet er wel goed uit. Hier zie je dus. Je hebt hier de standaard, de module. De module. En die bestaat uit allemaal functions. En al die functies zijn gespecificeerd in deze file. Ik zal deze ook even kopiëren en plakken in de chat. Dan kun je dat gewoon nog nalezen. Mocht je dat leuk vinden. Dus we gaan even deze gebruiken. Even kijken hoor, waar sta je? De invoke restore configuration policy. Want het heet natuurlijk, in Graph heet het natuurlijk geen settings catalog, maar het heet dan een configuration policy. Dus als je de URL voor Graph wil aanspreken, dan is dat device management / configuration policies. In plaats van settings catalog. Dus let daarop. Ik zal zo meteen ook even de Graph Explorer laten zien, zodat je dat daar ook kan zien. Ik heb de policy geëxporteerd. Die ga ik nu eerst importeren met deze module. Dus wat ik doe, ik connecteer eerst naar Microsoft Graph. Jullie kunnen mijn authenticatie prompt niet zien. Maar ik ga dat nu intypen. Moet ik het wel goed doen. En dan zie je dat ik met mijn tenant ben verbonden. Ik dien dan een pad op te geven. En dat is eigenlijk het pad van deze Visual Studio Code Workspace. Sorry, ik doe even mijn raam. Er staat een vuilniswagen voor. Dat is beter. Zo, dus dat pad ga ik even in deze variabele stoppen. En ik ga de module importeren. Nou, wat ik nu met deze configuratiepolicy zeg. Ik ga hem eerst importeren en daarna ga ik hem exporteren. Dus ik zeg tegen deze module van ik wil deze function uitvoeren. En dat is dus. Browser, even kijken hoor, terug naar de GitHub. Dat is dus dit commando. Invoke. Intune Restore Configuration Policy. Je kunt hier precies nalezen wat hij doet. En wat hij eigenlijk doet, is dat hij dus het pad, dus die terugswitchen, dit pad, dat gaat hij dus uitlezen of daar settings catalog files in staan. En je zal ook zien dat ik een mapje hier heb die settings catalog heet. En daarin staat de JSON met de desbetreffende policy. Dus als je deze module gebruikt, zorg ervoor dat je alleen het hoofdpad aanmaakt. Deze map en die assignment, die maakt hij zelf aan op het moment dat je een export doet. Dit geeft wel een hele makkelijke manier om policy te exporteren en importeren. Ik weet niet of jullie de Andrew Taylor zijn blog ook volgen. Die heeft zelfs een function geschreven dat je van de ene tenant naar de andere tenant policy kan kopiëren. Nou, dat gaat ongeveer volgens dit principe.
Maar ja, laten we eerst maar eens eentje gaan importeren, denk ik. Kijk, ik switch even terug naar Endpoint Manager. Dus zul je zien dat ik nog, dat die weg is. De policy is weg. Geen disabled news en interest meer. Dus ik heb geauthenticeerd. En vervolgens ga ik de import draaien. Ik maak deze code trouwens ook beschikbaar op GitHub. En dan kun je het zo meteen kun je er zelf mee gaan spelen. Ik heb deze hele map, die staat ook op GitHub. Doe ik zo de link van. Even kijken wat we doen. We zeggen restore. Nee, zie je gelijk dat de action restore is. Dat het een type settings catalog is. Dat hij dit pad heeft gebruikt. En je ziet ook dat ik alleen maar dit pad heeft opgegeven. Het eerste stukje. A-git demo, dat is dat JSON pad. En dat hij de rest dus invult. En dat komt omdat die module dat zelf aanmaakt. En dat zelf controleert. Dus let daarop. Op het moment dat je het zelf gaat aanmaken, die settings catalog, dan zou het gewoon niet doen. Dat doet de module voor je. Nou, dan switch ik naar mijn browser. En dan zie je als het goed is dat ik een nieuwe policy heb. En daar staat de disabled news and interest in. Als het goed is, met dezelfde assignment, dat die not allowed is. En als ik dan terug ga naar Visual Studio, dan zie ik dat als het goed is in mijn JSON policy staan. En waar staat dat? Hier zie je device vendor, Microsoft policy, configs enabled feed, 0. Dat is de setting. Dat. Heeft iemand hier vragen over? Over dit principe? Oh. Geen vraag? Mooi. Dan ga ik verder. Wat we nog moeten doen, is dat we een assignment moeten toevoegen. Ik heb die ook al geëxporteerd. Die assignment. Die kan ik dus ook importeren met dezelfde module. Daar heb je ook weer een apart commando voor. Even kijken, dan moet ik terug naar Visual Studio. Dan ga ik naar deze file. En dan zie je dat ik ook deze al klaar heb gezet. Nou, op het moment dat ik deze run, zegt hij ook weer dat het een action voor restore is, settings catalog, en dat het een settings catalog assignment is, in plaats van een type van een settings catalog restore. Dus dat is een andere object. En als ik dan terug ga naar mijn browser, dan zie ik als het goed is, dat al users teruggezet als assignment. Ik ga er nu een andere in elkaar klikken. Die ga ik exporteren. Ga ik hem weer importeren. En dan ga ik die andere methodes bespreken. Dus laat ik deze staan. Ik ga een nieuwe maken. Even kijken hoor. Ik klik er even snel doorheen. Want Joost heeft net laten zien hoe het moet doen. Dus ik denk dat we dat niet hoeven te bespreken. Dan ga ik demo graph noem ik hem eventjes. Kijk hoor. Even kijken, wat zullen we eens doen? BitLocker, gewoon voor de vorm. Waarom niet? Mag overigens wel even duren. Even kijken hoor. Zo. En even kijken hoor, ik ga er gewoon alles bij zetten. Refresh on, waarom niet joh? Helemaal top. Een scope tag, assignment, all users. Top. Ik maak hem aan. En als het goed is, zien we nu dat we een nieuwe policy hebben die demo graph heet. Dan ga ik de export doen. Even kijken, moet ik wel switchen naar mijn Visual Studio, anders zie je niks. Ja hoor. Dan gaan we creëren een backup van de settings catalog policy. En creëren een backup van de assignments. We willen allebei input exporteren en restoren. Dus, als we deze dan draaien, dan zie je dat hij dus ook andere policies doet. Dus dit commando, die exporteert al je settings catalog opties. Je kan er niet voor kiezen om een single policy te doen. Naar mijn weten. Moet ik even terugkijken naar die browser, of ik het wel goed heb. Nee. Dan geef je geen optie als een parameter. Dan zie je bovenin het parameterblok. Geef je geen optie om dus te... om zijn single policy restore te doen. Of een single policy backup. Dat is een nadeel. Het kan wel. Dat ga ik zo meteen laten zien uiteraard. Even kijken hoor. Doen we ook die assignments. Doen we nog eventjes. Dan zie je dat hij de demo graph ook geëxporteerd heeft. Ja, zie dat er ook dat ik deze ook nog heb. En dat ik deze heb. En deze heb. En deze. Ik heb meerdere policies. Dus deze kan ik allemaal exporteren. En allemaal importeren. Maar ik kan niet met deze module. In dit commando kan ik ze niet onafhankelijk van elkaar. Exporteren, importeren.
Zo, ga ik ze even allebei weer verwijderen. Switchen, ja. Kan je net zien. Dus we zeggen delete. Even kijken, wat is die dan weg? Ja, is weg. Dan hebben we... Heb ik hem al? Ja, ik had hem natuurlijk niet aangemaakt. Ik ga ze nu allebei importeren door deze regel te gebruiken. Dan zeg ik import. Dan zul je zien dat hij ze ook allemaal geïmporteerd heeft. En als ik de assignment weer restore, dan zal je dat waarschijnlijk... Oh, dan zal je dat voor alleen voor nieuws en interest doen en voor demograph. Die andere, die ik nog had, die had geen assignment volgens mij, want ik was ermee aan het spelen. En ik switch even naar mijn browser. En dan zul je zien dat ik twee nieuwe policies heb. Hier nog vragen over. Top. Ga ik verder. Ga ik verder naar de single policy restore. En daarvoor moet ik wel even deze verwijderen. Want die wil ik ook weer importeren. Kijken we deze ook. Gooi ik ook weg. Dus. We hebben nu deze configuratiepolicies. Wel bekend. En je ziet dat ik ook nog niet helemaal over ben gestapt naar de settings catalog. Zou ik wel moeten doen. Heb ik nog geen tijd voor gemaakt. Ach, komt toch goed. Even kijken hoor. Ik switch naar Visual Studio. Dus één vraag vanuit Patrick. Sorry. Ja. In de chat. Een vraag. Kun je ook de import cross-tenant doen? Of moet er dan gewijzigd worden? Zei je zo, nee, kan cross-tenant. Maakt niet uit. Als jij dan, je moet wel even opnieuw de MS Graph afgooien. Dat je naar een andere tenant connect. En dan kun je de import cross-tenant doen. Dus je kan eigenlijk op deze manier kun je een JSON library maken van al jouw Intune settings. En die dan in een andere tenant importeren als je dat wil. Op deze manier. Er zit wel een klein haakje aan wat dat betreft. Die policies, ja, zeker. Ja. Assignments niet, hè? Assignments niet. Ja. Assignments gaat niet, inderdaad. Die gaan op basis van SRD Object ID. Klopt. Wat een groep of een user kan zijn, natuurlijk. Zeker. Maar als je gewoon liggen policies deployed en je zou er bijvoorbeeld dan een volgende stap aankoppelen met een met bijvoorbeeld all users, ik noem maar wat, dan zoek je natuurlijk in je ID all users op en dan hang je vervolgens dat ID in je policy. Of kan overigens wel, maar dan moet je die JSON een beetje trimmen. Dat hij niet de policy objects en dat soort dingen meeneemt. Of je moet een aparte function maken voor een dat je een SRD groep kan meegeven. Heb ik een keer een blog over geschreven. Kun je vinden op GitHub. Staan allemaal voor iedere type heb ik een function geschreven waardoor je een custom assignment kan doen op een SRD groep. Dus dan kan je iedere SRD groep in principe assignen daaraan. Even kijken hoor. De volgende. Dat is volgens mij deze. Die maakt ook gebruik van die MS Graph module. Maar daarbij kun je een single pad opgeven. Dus dat gaan we doen. Even kijken hoor. Ik moet wel de API version van mijn Connect moet ik wel even aanpassen. Dat ik op basis van de beta versie van Graph API ga connecten. Dat is belangrijk. Dus dat ga ik nu... Ik ben al geconnected. Dus ik ga alleen even mijn schema version updaten van mijn Graph environment. En dan kan ik als goed is... Even kijken hoor. Even dubbel check. Of ik die policy niet heb staan. Nee. Even kijken hoor. Dan ga ik als eerste het pad opgeven. Dat is eigenlijk het pad naar deze file. Die heb ik hier opgegeven. Zet ik in deze variabelen. Ik converteer hem eerst naar JSON. Zodat ik er wat properties uit kan halen. En dat zijn dus ID, creation time. Less modified that settings count en creation source. Dat is tenant specifiek. En we willen alleen de niet tenant specifieke properties, die willen we gaan importeren. En op deze manier kun je dus ook cross tenant makkelijk importeren. En dat geldt ook voor assignments. Dus op het moment dat je de custom assignments hebt, het geeft anders voor groepen, want het gaat object based. Met je GUID wat in SRD zit. Maar je kan dus hier kun je makkelijk single policy restore doen voor voor Intune. Even kijken hoor, ik had deze gedraaid. Moet deze nog draaien. Dan zie je dat mijn output nu is. Hij is convert from JSON. Dus nu zie je zeg maar wat een normale output is in PowerShell. Dit is wel bekend denk ik, zo'n hashtable.
En als we die dan weer terugconverteren naar JSON, want we willen dat graph request, dat willen we met een JSON, moeten we met een JSON doen. Maar je ziet dat die aangepast is op basis van de data die erin zit. Je ziet dat dus zien dat daar minder data in zit. En dat het eigenlijk precies dezelfde file is die hier staat, waar dan gekropt is van de last modified date, create date. Het ID is eraf. En zo is hij eigenlijk dus getrimd dat hij, dat hij niet tenant specifiek meer is. Dat is belangrijk om te kunnen importeren. Daarnaast, nu gaan we importeren met dit stukje code. Nogmaals, ik heb de voorbeeld op GitHub staan, ik stuur straks de link. En dan zul je zien dat ik een restore verzoek heb op mijn policy. En dan switch ik even naar mijn browser. Dan zul je zien wat de nieuws en interest er weer staat. En dan hebben wij weer de setting nieuws en interest not allowed. Verder moeten we nog de assignment uiteraard doen. Switch ik even terug naar Visual Studio. En nu hebben we ook een aparte JSON voor het assign body path. Die zet ik weer even in de variabelen. Dan converteer ik hem weer from JSON naar een normaal object. Want we willen namelijk op het moment dat er al een assignment bestaat, dan willen we die toevoegen aan de nieuw toe te voegen assignments, omdat je hem anders overschrijft. En je dan heb je bijvoorbeeld alleen al users of alleen een groep en je wil een groep toevoegen, dan moet je dat dus in je code dus doen. Dus je moet dan een verzamelobject object maken waar beide groepen in staat. Anders dan overschrijf je hem en heb je maar één groep, terwijl je een add wilde doen. Dat doen we door middel van deze. Met deze request body. Dan vervolgens converteren we dat naar een PowerShell object. Of naar een JSON object, ik zeg het weer verkeerd. We converteren naar een JSON. Om vervolgens de policy waar we het op gaan deployen, om die op te halen. En daarna weer het MS Graph request te doen. Als het goed is. Ja, dan zul je zien dat als ik hem refresh, dat ik weer al users erop heb assigned. Dat is methode 2. Zijn hier vragen over? Dat is mooi. Dan gaan we naar methode 3. Ik ga er wel een beetje snel doorheen. Dan valt het wel mee. En dat is de methode met de module MSL token. Je ziet hier een token request aan. Nou, wat ik eigenlijk doe met dat stukje code, is ik vraag een token aan de Intune PowerShell Enterprise App Registratie. En dat is deze. En het mooie van deze app registratie is, kijk hoor, dat is deze, de Intune. Dan moet ik het wel goed doen. Een paar die moet ik hebben namelijk. Even kijken, de Intune PowerShell Enterprise Application. En dit app ID wat hier staat, deze, die is in iedere tenant hetzelfde. En dat maakt het dus heel makkelijk om een token op te halen en daarna weer die functie te runnen en dan met een ander admin account in te loggen. En dan heb je een token in een andere tenant. En dan log je hem dan zet je hem dus ook in een andere tenant. En ik probeer zoveel mogelijk met de standaard application ID's in iedere tenant te communiceren, omdat je anders deelt dat je client ID moet veranderen of een app registratie moet aanmaken en daar permissions op aanmaken. Natuurlijk kan je hier niet alles mee. Hier kun je, ik was bijvoorbeeld bezig met een Windows 365 image import en op die manier een automatische nieuwe versie van het image te importeren, maar die zit bijvoorbeeld, die rechter daarvan zitten niet in deze, of nog niet in deze applicatie. Als we op deze applicatie klikken, dan zul je zien dat daar, of kijk hoor, maar dat kun je hier niet zien denk ik, oh ja. Zul je zien dat deze permissions eronder hangen. En als ik nu een token opvraag, even de module importeren, ik vraag die token op, ik log even in, dat zien jullie niet. Maar ik log in met mijn admin account.
En dan zul je zien dat het out result, daar zit mijn token in. En dit is het token. En je kunt hier zien dat als ik mijn scopes laat zien, wat in dat token zit, zul je zien dat dit overeenkomt met de permissies die ik hier heb. En zo kun je ook controleren van welke permissies heeft mijn token en wat kan ik er allemaal mee. Het is ook wel interessant voor security redenen, dat je kunt zien hoe makkelijk je in principe wat kan doen. Want ik kan met dit token kan ik een uur lang alles doen in Intune. Dat die verloopt na een uur. En wat ook wel fijn is om in te stellen, is dat als jij een conditional access policy hebt, en dat je daar geen persistent sessions in toestaat. Dat kan nog wel deze methode, maar dat zorgt er in ieder geval voor dat users hun token niet kunnen hergebruiken als zij vanaf een unmanaged device komen. Zo, even kijken hoor. Dan ga ik terug naar Visual Studio. Heb ik het token verhaal verteld en welke API requests we kunnen doen. Dan gaan we de policy importeren, denk ik. Maar ik ben even in mijn endpoint manager aan het klikken. Om even de policy weer even te verwijderen. Laat ik even zien. Dan zien we hier devices, windows, configuration policies. En dan zul je zien dat die nu niet meer bestaat. Nou, we hebben de token opgevraagd. Terug naar Visual Studio. En daar geven we het pad op van de desbetreffende JSON file. We zetten dit in een variabele. De content van die file zetten we in een variabele. En die converteren dus ook weer op basis met die properties die we moeten excluden om het weer tenant niet specifiek te maken. Of in ieder geval cross-tenant importeerbaar te maken. Die JSON moeten dus iets aanpassen zodat het weer cross-tenant beschikbaar is. Dus dat zetten we in deze waarde. Daarnaast zie je weer dat ik een Graph API version gebruik voor de beta. En dat dit mijn resource is. Weer configuration policy, zoals bekend. En het op die manier kan doen. Dus als we deze code runnen, dan maken we de policy weer aan. Ga ik terug naar de browser. Zul je zien dat we weer disabled news en interest hebben. En dat die nog niet geassigned is. Daarna moeten we de policy gaan assignen. Switch naar Visual Studio. Hebben we weer de body die in de JSON staat. Gaan we weer in objecten zetten, converteren, et cetera. Verhaal van de current assignment omzetten. En weer naar JSON configureren. En daarna even kijken, dan moeten we de policy weer ophalen waar we gaan applyen. Net zoals dat bij de vorige methode zo was. En wellicht kan het dan wel slimmer hoor, want Sander komt hierna nog. Even kijken hoor. Dan gaan we assignen. En als het goed is. Is hij assigned? Nou, alle demo's gelukt vandaag. Dat is toch ook fantastisch. Even kijken hoor. Deze code is allemaal goed. Dit heeft allemaal gelopen. Wil ik nog wat anders vertellen? Ja, ik wil nog wat anders vertellen. Ik wil nog de Graph Explorer laten zien. Dat vind ik ook altijd wel cool. Want op het moment dat ik dus de Graph Explorer heb, ben ik ingelogd. Ja, ik ben ingelogd. Ik laat me weer nog niet zien, sorry. Ik ga het even opnieuw laten zien. Je opent een nieuw tabblad in de tenant waar je bent ingelogd. En dan kun je op zoeken naar Graph Explorer. En dat is develop.microsoft.com/Graph Explorer. En dan kom je in dit scherm terecht. Vooral als je hem niet kent. Hierbij kun je dus Graph API requests opzoeken. En kijken wat voor JSON bodies daarbij horen. Nou, om een voorbeeld te geven van, ja, maar wat moet ik hier nu invullen? Nou, daar heb je nog weer een methode voor. En dat is een plugin in Chrome. In Google Chrome. Dus als je op F12 klikt. Ik moet het eerst beter laten zien. Rustig aan. Hier hebben we een extension. Die heet Graph X-Ray. En die Graph X-Ray. Oh, je ziet het helemaal niet, joh. Zie ik nu. Als ik hierop klik. Geeft niet. Die heet zo. Graph X-Ray. Dit is de extension.
En als ik die start door in Intune naar de developer options te gaan van je browser, dan heb je hier een extra knopje met die twee paaltjes hierop. Daar klik je op. Daar zie je Graph X-Ray. En als je nu in de portal klikt op een policy, bijvoorbeeld ik klik deze, ik ga nu naar het overzicht, dan zul je zien dat hij laat zien hoe je hier naartoe gaat en wat voor code daarbij hoort. En dat maakt het redelijk makkelijk als je weet hoe je het zoeken moet en hoe je dat moet gebruiken. Wat je dan, welke JSON bodies je dan moet gebruiken om een bepaalde policy aan te maken. Dus we gaan naar configuration policies. En als het goed is, ik heb al heel veel queries erbij gehad zoals je ziet. Dan klik ik even op die default start menu layout. En dan zul je zien dat dit balkje verspringt. Ik zit ervoor, geeft niet. Ik wacht. Ik ga het even aan de andere kant zitten. Ga ik gewoon doen. Woep. Zo. Even kijken, dan kun je het beter zien. Dan klik ik op Disable News and Interests. En dan zul je zien dat het balkje verspringt. En dan zul je zien dat die policy. Kijk, oh, dan zul je zien dat zij de query hier opgeven hoe ik die policy kan vinden in Graph API. Dit is namelijk de URL die ik daar moet invoeren. Je ziet dat het een get-methode is, dus ik vraag wat op. Ga ik naar die Graph Explorer toe. Dan zo, naar het eind. Ik moet hem wel ietsje aanpassen. En als het goed is, krijg ik nu de policy te zien die ik ook in die JSON heb staan. Ja, zul je zien dat dit die policy dan is. En wat daar, dit is die policy. Even kijken, zie ik er ook al de settings count in staan? Moet ik dan echt naar de settings gaan? Kan ik daar nog verder in drillen? Volgens mij wel, toch? Even kijken hoor. Dan ga ik gewoon terug naar mijn tabblad waar mijn nieuws en interest in staan. En als ik dan op configuration klik. Oh, edit, sorry. Dan kun je zien dat dat dus weer een verdere query oplevert. En zo kun je dus daarin verder klikken. En dat verder bekijken. Op die manier kun je dus JSON bodies en Graph API requests bekijken. Je kan uiteraard ook Postman gebruiken. Maar voor de beginnende API persoon, ik gebruik zelf ook bijna Postman. Ik gebruik meestal altijd dit. Dan kun je op deze manier ontleden van hoe jouw JSON body eruit moet komen te zien om die assignment te kunnen doen. Of om een policy te maken. Zo, dat was mijn verhaal, denk ik. Ja. Ik denk dat dat hem wel was. Ja, top, jongen. Ja, ik hoop dat het een beetje duidelijk was eigenlijk. Ik heb nog geen vragen, dus dat... Heb jij nog aanmerkingen? Heb je nog aanvullingen? Vast wel. Ik? Ja. Ik heb nog een ongeveer 80 slides hier achter staan. Hoe het allemaal kan. Ja. Nee. Nu zie ik in slaap. Ik heb ze in slaap gesust. Mag jij het afmaken? Nee, precies. Ik heb wel even wat. Zo'n mooi brug naar dit. Ik heb wel wat slides voorbereid. Geen demo's. In zoverre geen technische demo's. Ik heb meer iets voorbereid in de vorm van Graph API in de breedste zin van het woord. En waarom gebruik je nu dit? En hoe nu verder? Dus daar wil ik eigenlijk even een stukje van laten zien. Nu wordt het natuurlijk vrij technisch, want dan moet ik nog mijn scherm gaan delen ergens met een... Nee, oké, okay, nu allemaal venstertjes gewoon. Als ik dat... Zoom. Dan ga ik even die doen. Zo. Als het goed is, komen jullie dadelijk in de presenter mode van mij uit. Yep. Yes, ik zie je presentatie, ziet er goed uit. Nice. Nou, die hebben we gezien. Oké. Okay. Stukje visie. Jullie zien fullscreen gewoon presentatie of? Ja. Nice. Ja. Waar ik eigenlijk mee wil beginnen, is eigenlijk een stukje visie rondom de API en de rest API, Graph API. Welke naam het allemaal krijgt in de volksmond. Dat heeft eigenlijk met te maken, vanuit mijn achtergrond, dat automation
voor mij moet gaan werken. En dat betekent dus ook dat er heel veel zaken zijn die waar ik eigenlijk helemaal niet druk mee wil zijn in de vorm van complexiteit en dat soort zaken. Dus ik ben eigenlijk best wel een beetje een luie engineer en automator, maar ook wel een beetje een ouderwetse wat dat betreft. Ik ben zelf wat minder van de tooling, modules, dat soort zaken. En daar wil ik jullie in de komende paar slides in meenemen waar ik zoal tegenaan ben gelopen. En waarom ik er juist voor kies om vooral juist heel veel REST API te gaan gebruiken. En mijn eerste eigenlijk stelregel is complexiteit. Niels liet net natuurlijk supergoede modules zien. Er zijn zelfs nog meer modules voor het importeren en ook het bewerken policies, configuration policies. Nou ja, de setting catalog hebben we natuurlijk gezien. En daar heeft Microsoft een module van. Er zijn andere modules nog meer beschikbaar voor het kunnen beheren en automatiseren van Intune. Waar ik best wel regelmatig tegenaan ben gelopen, vooral in het begin van het stukje automation rondom Endpoint Manager, is dat eigenlijk elke module wel iets kan, maar ja, het is niet het volledige plaatje, zeg maar. En de ene module is afhankelijk daarvan, de andere module is afhankelijk daarvan. En al die afhankelijkheden onderling, die zorgen best wel veel voor ellende. Neem bijvoorbeeld de Azure AD module die er heel lang in gezeten heeft. Is inmiddels deprecated, maar goed, die wordt best nogal veel gebruikt in de verschillende modules. Dus dan heb je dus in module 1 voor het configureren van policies. En dan heb je module 2 voor het kunnen backuppen van configuratiebestanden. Die zijn onafhankelijk van elkaar van hetzelfde andere moduletje beschikbaar, maar de ene is wel wat verder dan de ander. En op die manier is het best wel lastig om jouw hele module landschap zeg maar in peil te houden. Best wel complex. Daarnaast is het ook nog eens zo dat je behoorlijk veel commando's moet onderhouden. Dus je hebt voor elk dingetje in een heb je wel een bepaald commando. En ja, dat kan best wel voor veel complexiteit zorgen in ook scripts. Met name als dan na verloop van tijd een bepaald commando stopt met werken. Of de parameters veranderen. Of andere zaken die ineens veranderen. Dus moet je al je scripts weer aanpassen. Nou ja, dan is eigenlijk het einde wel een beetje zoek. Dus vandaar dat dat ik zelf heel erg fan ben van gewoon simpel REST API, Graph API, Azure API, nog zo'n ding vanuit de Azure kant. En daarmee zorg ik er ook zelf voor dat ik zoveel mogelijk de standaard taal gebruik. Vanuit de Azure kant wordt het ons een stuk makkelijker gemaakt. Je hebt natuurlijk Bicep, je hebt Terraform. Je hebt natuurlijk gewoon de ARM engines of de ARM templates voor echte helden die daar alles mee kunnen. Dat is nog relatief te beheersen, zeg maar. Dus het landschap van de Microsoft 365 kant en de Graph API en alles wat er omheen leeft, ja, die is best wel een wildgroei. Dus zodoende dat ik eigenlijk voor zorg van, joh, laat ik nou zoveel mogelijk dezelfde taal spreken en laat ik dan de invoer bepalen met de kennis die ik heb. Volgende ding is toch wel een beetje het error-principe, net al een klein beetje over gehad. Je hebt een module, die is afhankelijk van module 2. Die module 2 die heeft een bepaalde DLL-file nodig op je laptop. Maar ja, er zijn van die gekken in Israël die gebruiken een Mac, zoals ik zelf. Die hebben al die DLL-files niet, dus is al vrij lastig. Daarnaast is zo, maak je gebruik van Azure DevOps. Kom je alweer op een machine uit die ook weer bepaalde DLL's nodig heeft. Of je gaat op een Linux-machine werken die bepaalde afhankelijkheden heeft. En dan ben je hartstikke druk geweest met je mooie uitrolstraat. En dan uiteindelijk is de module die op je laptop wel werkt, werkt dan net even niet in DevOps. En dat is best wel zuur. Dus heb je eigenlijk best wel veel dingen voor niks gedaan op dat moment. Waarbij eigenlijk de REST API best wel voorspelbaar is. Je hebt altijd dezelfde ingang. De URL is natuurlijk wel veranderd. Die veranderen natuurlijk wel. Of Niels iets van laten zien het al. Ga ik jullie zo nog even meenemen. Of ja, hoe ga ik dan te werk? Hoe kom ik dan tot de juiste REST API? Hoe weet ik nou dat ik de juiste informatie heb? Maar vooral van aan de voorkant wil ik met elke input die ik lever zo onafhankelijk mogelijk en zo voorspelbaar mogelijk zijn. Zodat het automation stuk voor mij altijd werkt. Ik weet natuurlijk dat het techniek is. De Formule 1 hebben ze ook de ambitie dat het elke race wordt uitgereden. Nou, dat lukt ook niet altijd. Zeker niet bij Ferrari op dit moment. Maar de ambitie moet wel zijn van, we willen het zo dicht mogelijk houden dat het zo voorspelbaar mogelijk blijft. Ander ding, heeft Niels zeker al genoemd, is een stukje backup.
Door het gebruik van de REST API en alles wat je daarin moet doen, word je ertoe gedwongen om jouw infrastructuur te schrijven op basis van een JSON-file, net al benoemd. Die JSON-file bevat configuraties en die configuratie die laat jij in jouw REST API in. Nou, net al gezegd, over Azure heb je natuurlijk je templates, je hebt je parameterfiles, je gooit er een Bicep ding tegenaan, je hebt een Terraform template file, daar zit je configuratie allemaal in. Dus je zorgt ervoor dat de eerste uitrol tegenaan komt en daarna gaat het werken. Nou, zo zie ik dat eigenlijk ook vanuit de M365 CQ Intune kant, waarbij je ervoor zorgt dat je die JSON-files voor elkaar hebt, dat je die kan importeren. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk standaard al een backup hebt van je omgeving. Ook al gevraagd door Patrick net van, joh, kan ik het dan ook cross-tenant gebruiken? Zeker. Dus daarmee heb je ook gelijk je hele baselining voor elkaar. Zorg je ervoor dat je daar in jouw configuraties je 80% settings hebt zitten. Die eigenlijk gelden voor de meeste klanten van ons. En daarnaast gooi je dan je klantspecifieke zaken in een losse JSON-file daarnaast. Die schiet je er ook bij in. En op die manier heb je je volledige klantomgeving online. Mocht er nou zo zijn dat je niet zo MSP gericht bent, maar meer op je eigen omgeving. Helemaal niet erg. Want ook daarmee heb je natuurlijk wel gewoon je backup nodig. Dus stel dat iemand toch per ongeluk een policy weggooit, dan is hij gewoon weg. Er zit geen backup of iets dergelijks in MEM. Dus best wel lastig. Je assignment zit je mee. Je hebt geen idee hoe het geweest is een jaar geleden. En op die manier zorg je er in ieder geval voor dat je altijd de juiste uitrol hebt voor de juiste omgeving. En dat scheelt in ieder geval een hoop stress. Biedt ook een stuk zekerheid, ook naar klanten toe. Ik kom bij een klant, ik heb mijn pakketje met JSON-files bij me. Die schiet het erin en voordat je het weet heb je eigenlijk hele omgeving al zo goed als staan. Dus dat is een groot voordeel. En eigenlijk een klein beetje een onderwater dingetje vanuit modules. Want het is eigenlijk zo dat alle wegen leiden uiteindelijk naar Rome. En dat is uiteindelijk van de Graph API ook zo. Dus op het moment dat je een module gebruikt, en je zou bijvoorbeeld met een Fiddler of andere tooling gaan onder water gaan kijken, van, wat doet die module nu precies? Dus Niels heeft toen net al module in GitHub laten zien, dus kun je een klein beetje een inkijk krijgen van wat die module nu onder water doet, wat voor PowerShell commandos gebruikt hij, wat voor URL's roept hij aan. Maar er zijn ook best wel modules die zijn echt best wel versleuteld, daar kom je eigenlijk niet goed bij. Dus het is best wel lastig om, vooral dat zijn het Microsoft modules die daar een handje van hebben. Dus je kunt ze in de PowerShell Gallery wel ophalen, maar je ziet er eigenlijk niet zo heel veel aan. Dus dan is bijvoorbeeld Fiddler een hele goede tool om eens te kijken onder water wat er nou precies gebeurt. En wat gebeurt er dan uiteindelijk? Dat elke PowerShell module die je uitroept vanuit, of elke PowerShell commando die je uitroept vanuit het module, roept een REST API call aan. En dat is vanuit PowerShell, maar ook vanuit een portal bijvoorbeeld, browser, Edge, maakt niet uit, Chrome. Op het moment dat jij een website of de portal van Microsoft aantikt, of dat nou Azure is, Endpoint Management, maakt niet uit, security, alles wordt aangestuurd middels die REST API. Dus uiteindelijk is het een groot voordeel, op het moment dat je die REST API kent en weet waar je zit op dat moment en wat voor settings je nodig hebt, dat je dus ook rechtstreeks op de backend van Microsoft praat. En daarmee is er dus een zekerheidje dat je daadwerkelijk op die omgeving zit te werken. Zonder dat je afhankelijkheden hebt met allerlei zaken die je nog in moet laden. Dus dat is een groot, groot voordeel. En een ander belangrijk ding is, het werkt out of the box. Dus op het moment dat jij je REST API call doet en je hebt je juiste JSON-file bij de hand, dan is het ook gewoon klaar, dan werkt het. En dat is super prettig werken, het werkt ook super snel. Zonder dat je nog eens een PowerShell, allerlei PowerShell modules moet laden in een bepaalde volgorde, anders werken ze niet. Microsoft brengt een update uit van een PowerShell module, je moet alles weer updaten, je hele pipeline gaat eraan. Of het duurt vrij lang, PowerShell Gallery heeft wat traagheid, dan loopt het toch gewoon wel in een half uur misschien wel wat je uitloopt aan deployment tijd. En dat kan soms problemen opleveren. Dus het geldt natuurlijk niet zozeer nu alleen maar voor de Microsoft 365 kan, maar ook voor image management bijvoorbeeld, wat timing best wel een ding is. Het loopt best wel gauw zeker in het uur, anderhalf uur als je een image aan het bouwen bent. Wil je eigenlijk niet afhankelijk zijn van modules die lang laden of misschien wel helemaal niet werken en dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk een beetje de reden waarom ik eigenlijk
voornamelijk de REST API gebruik. En dan de Graph API dan. Maar goed, ja, dat is hartstikke mooi. Alleen, hoe kom je nu tot de juiste API-omgeving? En hoe kom je nou tot de juiste URL's en de settings die je hebt en dat soort zaken? Heeft Niels al iets van laten zien? Ik heb nog een andere methodiek. Dus daar wil ik jullie graag in meenemen. En wat ik eigenlijk doe, dit zijn eigenlijk de vier dingen die ik standaard een beetje vasthoud. Vooral als het een beetje nieuwe dingen zijn. Verdacht van nog een ding in Azure AD gaat. Vloeg ik eigenlijk op dezelfde manier aan. Pak de browser. Ik zorg ervoor dat ik in die browser achtergekomen van wat gebeurt er nou precies in die portal. Soms is het zelfs zo als ik een deployment voor het eerst doe, dat ik hem zelfs helemaal met de hand bij elkaar klik. En dan ga ik daarna gaan kijken van, joh, wat is er nu allemaal gebeurd onder water? En dan ga ik ze middels een API request ga ik ze uitlezen. Dan weet ik dus ook wat van body ik terugkrijg met de juiste settings erin. En op die manier heb ik eigenlijk al een backup. Dan weet ik ook gelijk hoe het werkt. En op die manier kan ik ook voor zorgen dat ik dingen weer uit elkaar ga trekken. En zodoende de juiste settings, de juiste black krijg. Ja. Weet ik dadelijk vanuit de browser wat ik heb. Dan ga ik door met het eigenlijk heel simpel Google. Wat voor een documentatie erbij. Microsoft een hele goede documentatie. En vanuit daar ga ik eigenlijk verder. Niels heeft al iets voor laten zien. Middels die X-ray module. Wederom een module / extension voor een browser. Ik denk dat de meeste van jullie hem wel kennen. De F12 optie. Zo'n moment dat je je browser aantikt. Je zit op endpoint.microsoft.com. Ik kan zo wel even laten zien. Dan en je doet de F12 en je gaat naar je netwerk tab. Als je die boven, ik denk, ik heb een lijstje. Ja. Dat je boven naar je netwerk tabje toe gaat. Dan kun je eigenlijk de hele flow zien wat die pagina ophaalt, wat hij gezien heeft, wat hij aan code heeft uitgevoerd, wat de resultaten zijn geweest. Dat soort zaken. Er zitten ook heel veel dingen tussen met JavaScripting, images, dat soort zaken. Dus het is best wel een lange lijst die je terugkrijgt. Maar als je een klein beetje snapt hoe je die lange lijst gaat kunt lezen, dan vis je daar best wel snel de URL's uit waar je moet zijn. Nou, ik heb in mijn eigen browser heb ik een... ook even een configuration policy gepakt met settings catalog. En nou, daar zie je eigenlijk wat die onder water gedaan heeft. Nou, die Graph API URL die ik hier onderin even heb ingezet. Die, nou, dat is dezelfde die extension ook weergeeft. Die Niels serieus heeft laten zien. Dus een zit in configuration policies. En dan het ID van het specifieke item waar we het dan over hebben. Voordeel van... Gewoon de simpele F12 ten opzichte van die X-ray is dat je ook informatie inhoudelijk te zien krijgt. Dus je kan ook gewoon doorklikken wat die browser precies heeft opgehaald. Laat ik zo wel even live zien. Ik denk dat het wat meer voor de verbeelding spreekt. Maar je kan dus ook gewoon zien wat het ding doet. Dus op het moment dat jij die F12 staat en je gaat naar je networking. En je pakt hier bovenin heb je dan nog een aantal opties met headers, payload, etc. Dan heb je in je header kun je zien wat voor URL die heeft aangeroepen in die eerste instantie. En vanuit daar kun jij dus doorklikken naar de informatie die heeft opgehaald. En zolang jij die F12 optie aan laat staan en die networking tab, dan gaat hij ook alles ophalen wat jij doet. Dus ook elke klik die je doet, laat hij in jouw scherm terugzien. Dus je kan ook heel makkelijk switchen tussen de informatie die daarin heeft gezeten. Dus op die manier kun je heel makkelijk terugleiden van ja, oké, ik heb eerst die API nodig, ik heb die API nodig, ik heb die API nodig. Dat wordt samen een bundeltje en op die manier ga je dus langzaam jouw automation sequence opbouwen. Even terug. Heb je uiteindelijk natuurlijk die URL te pakken, dus device management / configuration profiles, is het eigenlijk heel simpel. Je gaat naar device management / configuration profiles, tik je gewoon in Google in, Graph API daarnaast, en that's it. En dan doet eigenlijk Google het meeste werk voor jou. Dat klinkt heel stom, maar ja, zo is het eigenlijk wel. Want ik weet ook alle API's nu in mijn hoofd. Gelukkig niet. Maar Microsoft wel gelukkig. Dus nou ja, ik heb hem hier gewoon letterlijk ingetikt. En het eerste wat je krijgt. Is dus die API informatie. En vanuit daar kan je dus doorklikken. Naar documenten die je nodig hebt. Ik kom nog even terug op wat dan get, create en dat soort zaken zijn. Dat zijn echt de methodes die de API snapt. Dat zijn eigenlijk opdrachten aan de API. Maar ja, weet je, je zoekt het gewoon op een Google, je krijgt je eerste hit te pakken. Super simpel. En dan kom je bij de documentatie uit. Nou, dit is dan die configuration policy waar ik dan naar gezocht heb. Dit is een snippet vanuit
uit het gehele document staat ook bij welke URL's erbij zijn, welke methodes er beschikbaar zijn, hoe je je request body opbouwt, in geval van dat men je een commando geeft om iets te doen, vooral om iets aan te maken. Dus je laat je ook zien wat voor opties je nodig hebt. Vraag van Patrick, van kan dat dan cross-tenant, in relatie tot wat Niels liet zien met creation date, last modify date, geloof ik, een paar andere dingetjes. Nou, die zie je hier ook niet terug. Dus stel je voor dat jij dus een get request doet. Dus je vraagt in de REST API informatie op, ik wil policy X. Dan kreeg je natuurlijk wel je hele lijstje terug. Maar je refereerde er even naar aan de hand van de documentatie. Wat moet er minimaal in die body zitten? Zodat ik hem elders weer kan aanmaken met zo'n request. Nou, daar kom je natuurlijk snel nog achter. Maar je ziet natuurlijk daar een hele lijst staan met informatie. Die vergelijk je met wat Microsoft hier aanlevert. En op die manier kun je best wel snel strepen. Ja, op die manier kun je makkelijk je template voor elkaar maken. Nou ja, de REST API heeft een aantal methodieken. Dit zijn eigenlijk de drie belangrijkste. Ik had ook maar drie biertjes, dus ik kon ook niet heel veel meer neerzetten. Maar ik vond het wel een mooie plaat. Maar dus eigenlijk zijn het de drie hoofdmethodes voor een REST API. Je hebt get, post en delete. Get is voornamelijk het ophalen, maar voornamelijk dat is het ophalen van informatie. Dus met dat ik een get doe met de URL en het ID erachter, dan krijg ik informatie terug. Wat heb ik, hoe ziet het eruit, et cetera, et cetera. Dus middels dat dingetje kun je ook backups maken bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk deel 1. Dus die gebruik ik ook heel altijd op het moment dat ik dus nieuwe settings heb die ik nog niet ken. Of ik heb nog geen template, of ik weet überhaupt nog niet hoe het werkt. Dan ga ik naar de portal, klik mijn ding bij elkaar met F12 ernaast. Zie ik wat daar gebeurt in die URL-lijst. Ik zie wat voor URL's ik moet hebben voor specifieke situaties. En op die manier weet ik dus ook waar ik naartoe moet getten, zeg maar, om die informatie eruit te krijgen. En zo krijg ik dus, het maakt eigenlijk Microsoft voor mij de templates. Nou, dat is eigenlijk wel een van de stelregels die ik ook vind. Je moet vooral het systeem voor jou laten werken. Dus ja, weet je, ik heb eigenlijk voor het heel maken van die templates, heb ik eigenlijk nog maar, hoef ik eigenlijk maar één ding te onthouden. En dat is namelijk de URL waar ik tegenaan moet praten. En voor de rest wordt eigenlijk alles voorgekozen. Ik zit nu in Nederland mijn eigen werk onderuit te halen, maar zo is het eigenlijk wel. Ja, dan heb je natuurlijk de post. Post is het toevoegen van iets, dus wat Niels heeft laten zien. We maken een nieuwe policy aan. Een post heeft ook altijd een body nodig, maar net natuurlijk al veel over gehad, met de juiste informatie daarin. Die lever je ook aan, die geeft ook aan wat voor type body het is. Over het algemeen is dat JSON. Graph API luistert ook alleen maar op JSON. Dus dat gaat prima. Het is wel zo, stel je voor, je maakt een policy aan. Policy 1. En policy 1 die maak je aan via de Graph API. Prachtig. Dingetje train, settings train, helemaal voor elkaar. Stel je nou voor dat je opnieuw datzelfde commando weer zou uitvoeren. Dan ga je een nieuwe policy 1 krijgen. Die komt er gewoon naast te staan. Hij gaat hem niet updaten. Dus hij creëert gewoon een nieuwe policy met een nieuw ID eronder. Met dezelfde settings. Dus stel je voor dat je dus 5 keer dezelfde commando's uitvoeren met dezelfde assignments, dan ga je dus 5 keer dezelfde policy krijgen met alles wat erbij wordt. Is wel een nadeel van API, maar dat doen de modules ook. Dus heb je het dan over een stukje intelligentie in de vorm van check ik even of dat al überhaupt bestaat op basis van display name in combinatie met setting ID, weet ik ervan, in combinatie met assignment bijvoorbeeld. Ja, dan doe je dus eerst een get, haal je al je policies op, kijk je of er iets zit waar jij wat van vindt dat hij al bestaat. Ja, en dan, daarna kun je dan zeggen van nou, ik doe wel of geen post. Maar goed, weten dat in ieder geval de post request altijd een nieuw ding aanmaakt. Dus je kijkt niet of iets, of er moet natuurlijk een informatie staan die niet klopt. Een regio die niet goed is of een setting die niet bestaat of dat soort dingen. Dan gaat hij echt wel schreeuwen. Maar als het gewoon correcte materie is, dan gaat hij gewoon in. Nou ja, delete. Nog een mooie, natuurlijk dingen verwijderen, heel simpel. Delete vraagt niet of je ook echt wil deleten. Delete is delete. Dus stel je voor dat je dat doet. Nou, dan ben je heel blij dat je een get request hebt gedaan ergens in het begin. Want dan kan hij weer terug. Maar die gaat niet vragen of je ook echt wil deleten. REST API gaat wel echt uit van de slimheid van de mens, wat dat betreft.
Dus dat, dat gezegd hebbende. Er zijn ook URL's, die staat hier niet op, maar er zijn URL's die hebben ook bijvoorbeeld een patch of een put commando. Dat zijn vaak de opdrachten die je kan sturen om dat je iets wil updaten. Maar goed, die wordt niet overal ondersteund. Dus stel je voor dat je wel iets wil updaten, dan zou ik die patch of put commando's kunnen gebruiken. Zijn die commando's actief? Zijn die, bestaan die voor jou? Dan kom je die in documentatie vanzelf tegen. Vaak zie je een hele lijst bestaan met de type queries die je kan uitvoeren op de REST API. En ja, op die manier weet je ook wat voor opties je hebt. Ik heb hier nog even een screenshot over hoe dat dan ongeveer in PowerShell eruit ziet. Ik vind het zelf wel heel mooi. Met name omdat het echt heel simpel is. Want die settings die in het hoofdding staat, dat is natuurlijk mijn body. Een deel van mijn body. Gelukkig heb ik die niet zelf bedacht. Dit is dus echt zo'n dingetje die door Microsoft voor mij is aangeleverd. Dus ik heb een policy bij elkaar geklikt. Van ik vond dat dat moest zijn. Ik doe een get request. Krijg mijn informatie terug. Ik sla hem op. En that's it. Ja, dan is eigenlijk voor PowerShell. Heb ik eigenlijk maar één commando nodig. Wat ik moet onthouden. En dat is namelijk invoke rest method. Dus niet met allemaal lange strings. Parameters die ik moet meegeven. Wel of niet alles. Dat soort zaken. REST API is heel erg objectgeoriënteerd. Dat betekent dus ook REST API is voor één object. Dus je maakt maar één object per keer aan. Dus wil je er 15 maken, ja, dan zul je ergens een loopje moeten bouwen. Met daarbij dus bijvoorbeeld alle files. Maar goed, daarbij ben je wel weer wat schaalbaarder en wat je wel en niet wil deployen. Geldt voor Azure ook. Dat je soms eerst een netwerkkabel moet aanmaken en dan pas een VM en dan kun je pas daarna koppelen. Dus ja, je gaat wel echt terug in de, of niet terug, maar je haakt echt in op de, of haakt in op de backend daarvan. Iets wat uiteindelijk de ARM engine en die kan ook hetzelfde doen. Dus ja, voor mij is het eigenlijk maar één ding onthouden, dat is de URL. En voor de rest is het eigenlijk niet zo heel moeilijk. That's it. En goed, wat in PowerShell kan, lijkt al hier nu zien met een invoke rest method. Voordeel is, het kan natuurlijk ook met de Graph Explorer die nieuws heeft laten zien. Je Postman is ook zo'n tool die API kan praten. Dus daar kun je ook gewoon je body in zetten. Dan kun je gewoon klikken, kun je ook een beetje gevoel krijgen met wat er gebeurt. Ja, ik zou dan gewoon Graph Explorer gebruiken, want er zit ook gewoon direct alle rechten en zo goed in. Dus stel je voor dat je niet genoeg rechten hebt, kun je consent op die manier. Dus dat is wel een voordeel. Ja, nou ja, goed. Dat is eigenlijk heel kort waarom ik eigenlijk API gebruik. Het is eigenlijk heel simpel. Je hebt maar vier richtscoren nodig die je hoeft te onthouden. Je hebt geen modules die je hoeft te updaten. Gebruik ik dan helemaal geen modules? Zeker wel. Ik heb zelf ook een AZ-AVD-module. Waarom gebruik ik die dan? Vooral omdat ik het zelf werkend wil houden. Toch zitten ook in die module wel. Zitten er ook in modules wel zaken die wel meerdere dingen tegelijk kunnen, waar soms wel checks in zitten. Dus weet je, modules zijn zeker wel van toegevoegde waarde. Wel is het zo dat ik het vooral gebruik voor zaken die, ja, wat complexer zijn, waardoor jij misschien zelf heel veel rails code moet gaan bouwen om iets gedaan te krijgen wat misschien in een module heel simpel op te lossen is. Dus ja, het standaard deploy werk gaat prima met REST API, maar er zijn ook echt wel zaken waar ik een module voor gebruik. Dus dat zeker. Ja, het voordeel is van de REST API, het is echt, je kunt het blijven gebruiken. Dus je hebt gewoon je code paraat. Je kan gewoon, als je maar zorgt dat je in de juiste context zit, kun je gewoon blijven gaan. Dus het is super efficiënt. En daar hou ik zelf wel van. Dus ik hoef niet alle dingen te onthouden. Complexiteit, dat soort zaken. Ik hoef bij updates ook niet mijn scripts allemaal aan te passen, dat er een code is veranderd. Dus het scheelt enorm. Maar ja, goed, codeless bijna dan uiteraard. Maar in principe zou je, als je de REST API een beetje kent, het supergoed zonder al te veel code moeten kunnen. Nou, ik heb hier nog wel een how-to blogje geschreven hoe dat nou daadwerkelijk in de techniek gaat. Dus wat doe ik precies? Welke commando's gebruik ik? Hoe ziet mijn workflow eruit? Waar moet je aan denken? Hoe richt ik mijn assignments in? Waar zitten die koppelingen? Waar haal ik mijn informatie vandaan? Al die dingen, die heb ik nog even in een blogje verwerkt. Die staat inmiddels online. Dus die kan je middels de QR, ik zal hem ook dadelijk even in de chat gooien. Voor de mensen die QR niet goed kunnen lezen. Of althans de camera staan. Dan heb je praat. Ja, dat was het eigenlijk. Vanuit mijn kant.
Ik weet niet, zijn er nog vragen? We hebben nog iets tijd volgens mij. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe anderen hierin staan. Het is natuurlijk maar een wereld waarin ik leef. En ja, goed, dat kan van allemaal totaal anders zijn. Dus als er nog andere ideeën en opinies zijn, hoor ik het graag. Want ja, ik leer ook graag van anderen. Dus. Ja, zeker. Goeie sessie, Sander. Dankjewel. Thanks. Ik ben het met je eens, hoor. Dat die het makkelijkste is om het alleen met die token en met die body te doen. Dat is, als je dat eenmaal gewend bent, dan is het, dan ben je niet zo afhankelijk meer. En dan heb je eigenlijk alleen die token nodig. En dan voer je de rest met het uit vanuit PowerShell. Ja. Waardoor het simpelst wordt om policy te importeren. Module onafhankelijk. Jij hebt al die MSL-module gebruikt. En hoe doe jij die authenticatie? Doe je dat op een andere manier? Via URL. Dus ik ga gewoon naar de URL van Microsoft, log in V2. Ja, en dat stop je dan gewoon in een variable en dat maak je een outside ervan. Ja, precies. Exactly. Dus wat ik eigenlijk doe, ik vervang eigenlijk gewoon de hele browser met code, zeg maar. Ja, ik snap je. Ja. En de grote vorm daarvan is ook nog een keer dat ik, wou ook zeggen, doordat je dus die code vervangt voor gewoon native code, zeg maar, gewoon beschikbaar is door Microsoft bijvoorbeeld, voorkom je ook dat bijvoorbeeld modules in je straat krijgt die bijvoorbeeld niet interactief kunnen. Ik heb onlangs natuurlijk even een keer van voor, ik ben even de code of de module naam kwijt. We samen met ik kan even opzoeken, een moment. Dus een van die gasten die Intune module heeft gemaakt. Ja, die ik weet al wie je bedoelt. Die Nicolas Andersen. Nicolai, is dat? Nicolai Andersen bedoel je, ja. Ja, die heeft een module die wordt echt meer veel gebruikt. Maar ja, geen interactieve inlog beschikbaar. Dus heb ik samen met die interactieve login geschreven in zijn module. Ja, maar dat je ook dat service principle uit het case voor geschreven. Juist. Ja, die heb je volgens mij nog getest uiteindelijk. Heeft hij die ook in? Heeft hij die al een pull request? Zit die nu ook in? Ja, die zit er nog in. Die zit nog in die module. Zit hij nu in die module? Ja. Oké, top. Ja, dat is, kijk, weet je, dat is het, hè. Kijk, modules. Kijk, daar kunnen we wel even een linkje van delen. Even kijken, hoor. Dat, hoe heet die module ook alweer? Even kijken, hoor. Het beetje nadeel van modules, en dat betrap ik mezelf ook op. Ik heb natuurlijk die AZ-AVD module gemaakt. Ja. Voordat je het weet, ben je 2 maanden verder en loop je gewoon achter. Met je eigen module ten opzichte van Microsoft. En Microsoft heeft ook alweer modules. Die hebben dan net weer niet wat de community om vraagt. En dan gaan community gasten zoals wij gaan zo'n ding bouwen. Maar dat stort ook nooit weer met Microsoft. Dat haal je nooit meer in. En ja, uiteindelijk ben je afhankelijk van 4 modules. Waarbij je eigenlijk maar 1 doel wil bereiken. Dus dat is echt, ja, dat is niet heel relaxed. En je moet ze ook forken, want je wil ze zelf ook een versie van bijhouden. Want als je geüpdate wordt, moet het wel een versie zijn wat jij wil hebben. En dan moet je dat bijhouden en dan moet je in de gaten houden. Ideaal is anders, zeker weten. Precies. Ja. Dus zo min mogelijk modules. Ik gebruik zelf die MSL module. Alleen om dat token op te halen. Maar dat kan dus ook nog een efficiëntere manier. Dan hoef je het niet eens te doen. Nog makkelijker. Ja. Wij zijn door ons verhaal heen. Je kan ons nog vragen stellen. Ik ga de recording wel stoppen, denk ik. Ik denk dat we de... Ja, toch? Ik denk... Ja. Ga ik het gewoon doen. Ik stop de recording.